Welkom. Open je ogen. Open je vizier. En laat alle indrukken bij je binnenkomen. Durf vanuit rust de dingen te laten stralen. Naar binnen te laten gaan. Ik ben. Ik stroom. Ik reik mijn hand uit naar jou. Dit mogen we samen beleven. Samen. Als ik oké voel, durf ik jou toe te laten. Durf ik het naar jou toe door te laten stromen. Ik ben. Ik ben vanuit mijn glorie. En ik laat de zon op mijn lichaam stromen. Ik verbind de warmte met de zon. Met de warmte in mijn lichaam. En ik ben me bewust dat er dan ruimte komt. De ruimte om mezelf te mogen zijn. De ruimte om te creëren in dat wat voor mij belangrijk is. Dat voor mij goed voelt. Ik ben. Durf de ander toe te laten. Durf je kwetsbaar op te stellen en te voelen wat een ander jou te zeggen heeft. Niet alleen te zeggen heeft, maar voel die aanraking ook. Voel wat een ander jou te bieden heeft. Voel de mogelijkheden die aan jou geboden wordt, omdat het goed is. Omdat jij daarin naar jouw diepzijnde ik ben mag gaan. En dat stuk liefde mag ervaren die een ander aan jou te bieden heeft. Met jou delen wil. Het gaat goed. Het is goed. En verwarm jezelf met de zon naar dat plekje van je hart. Ik mag vanuit liefde ervaren wat het met me doet. Waardoor het stroom mag. Waardoor ik zo belangrijk ben. Licht, leven en jezelf belangrijk maken. Het gaat om jou. En je hoeft je niet te verweren naar wat een ander te zeggen heeft. Je mag daarin je eigen keuze maken. Je eigen ik vormen. En volgen wat voor jou belangrijk is. De liefde aanvaarden die een ander met jou delen wil. Het mag stromen, omdat jij het waard bent. En ook al voel je een stuk boosheid opkomen, ook al voel je dat het niet helemaal jouw richting is, ook dan is het belangrijk om te zeggen: ik sta in mijn centrum.
Het gebeurt omdat ik er iets mee kan. Het gebeurt omdat ik daarin verbinding sta met wie dan ook. Welkom, mooi mensenkind. Welkom. En aanvaard wie je bent. Welkom. En voel je hart die stromen wil. Welkom. Dit is een klankschaal dat door een monnik zelf gebruikt is. Het is een oude schaal en heeft daarin een wat hogere trilling. Omdat het in wezen... Nee dus. Dit is een klankschaal die al van een monnik is geweest. Het is een oude schaal en is denk ik wel 100 jaar oud. De monnik die deze meegenomen heeft, heeft deze gekregen met een boodschap. Een boodschap van verwarming, van liefde. En als je de schaal aanraakt, merk je ook dat die monnik nog steeds in contact met je wil treden en jou bepaalde dingen wil laten zien, wil laten stromen. De schaal is te koop bij mij bij steen-rijk.nl en zal bij iemand terechtkomen die juist deze opdracht ook gebruiken kan. De manier waarop de schalen gemaakt zijn, hoort bij de essentie van de mens zijn, het shamanisme en hoe mensen vroeger met het maken van schalen omgingen. Bijvoorbeeld de volle maan, richting van de zon en wanneer op de dag die gemaakt wordt is belangrijk. Deze zorgt dat dus juist dat stuk van het hart meegenomen is.